De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. De rechtbank vindt het nu dus ook bewezen dat het meisje zodanig is geschopt en geslagen dat Cheyenne een dag later aan haar verwondingen overleed. De zaak schokte veel mensen in Brabant en daarbuiten. Heeft de rechter daarna ook nog naar gekeken? Ja, dat kunt u in het vonnis teruglezen, dat de rechtbank met een geschokte rechtsorde, zoals dat heet, heeft rekening gehouden. En het feit dat het met name in de omgeving enorm indruk op de mensen heeft gemaakt en ook ver daarbuiten overigens. De advocaat van de verdachte wil in hoger beroep gaan. Ik vind het een heftige uitspraak. Ik vind het veel, 6 jaar. Want als ik kijk naar vergelijkbare zaken, komt men vaak niet tot een dergelijke straf. En de rechtbank heeft uitdrukkelijk gezegd dat mijn cliënten niet wilden dat het kind zou komen te overlijden. En dat het een onfortuinlijke gevolg is geweest. En dan is 6 jaar veel. U zegt wel 6 jaar veel. Ik denk dat menig kijker op dit moment denkt 6 jaar is veel te weinig. Ja, maar het gaat erom wat er uiteindelijk is gebeurd. En het kind is ongelukkig gevallen. Maar het gaat er nou juist om dat die dood, een ongeluk is. Een ernstig ongeluk. En dat had ook niet hoeven te gebeuren. De moeder van de overleden peuter kreeg een celstraf van 87 dagen opgelegd. Omdat zij die al in voorarrest heeft gezeten, komt ze vrij. De vrouw moet wel verplicht behandeld worden door de GGZ. Ze leidt aan depressies en heeft borderline.